Nou, we gaan even wat nieuws doen. Zoeken in dit mooie bos. En dit is onze eerste vondst. Nog geen idee wat het is. Eerste muntje, 10 cent. Puntenslijper. Papa. Eurotje. Benzine geldt er weer uit voor vandaag. Nog een puntenslijper. Papa. Maar een stukje ouder als de vorige. Jongens, het glimt en het ziet eruit als een ringetje. Daar. Ringetje daar. Kijk je nog eens? Nee. Een ring. Even schoonmaken, zie je hem zo terug. Nou, er staan geen merkjes in, maar... Denk aan een kinderringetje gezien de maat. Speelgoed. En een kwartje. Juliana. ...1954. Nou, een mooie penning. Denk van een hondje. Sam. Nou, we zijn terug in het bos. Het is overal hartstikke warm, dus het is hier lekker koel. En weer een ring. Twee kleine steentjes aan de zijkant. Heeft nog een grote gezeten. Grote gezeten. En er lijkt een merkje in te staan, dus het is geen prularia ding. Ik ga nog even uitzoeken wat het is. Ja! En dan hoor je het terug. En weer een 20 cent. Lag niet eens onder het zand, gewoon tussen de bladeren. Hartstikke idee. Nou, daar ligt hij. 10 cent erbij. Nou, volgende lijkt een stuk horloge. Een beetje goudkleur. Ga hem even oppoetsen, kijken of het wat is. Nou, het lijkt inderdaad een stuk van een horloge geweest. Glazen paadje, hier een scharniertje gezeten. Goudkleurig, of het echt wat is, weet ik niet. Moeten we thuis verder gaan uitzoeken. Ben benieuwd, nog even het gaatje checken of de rest er ook nog in zit. Nou, halve meter naast het horloge. Ah, munitie. Patroon. Nog compleet. Muntje gevonden. Voor mij onbekend. Echt geen idee wat het is. Misschien wel een buitenlandse muntje. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar... Er staat een hoofd van een koningin op, denk ik. Of een prinses. Die naar rechts kijkt. Thuis even schoonmaken. Onderzoek doen. Hoop dat ik je straks kan laten weten wat het is. En weer een muntje, een stuiver, 1995. Weer een stuiver, 1980. Muntjes beginnen aardig te komen nu. En weer 20 cent tussen het losse blad. 5 eurocent, splinternieuw. Zegelloodje. Die had ik hier nog niet in 2-3 verwacht. Oh, een muntje. Een of andere token consumptiemunt uit Almere of all places. En weer 5 eurocentjes, al aardig aan het wegrotten. Stuiver, gulden tijdperk, jaren 90, randjes al helemaal weggerot.